Het versterken van de band met de Almachtige en de onderlinge band tussen de leden van de islamgemeente. Met deze gedachtegang is de 42e jaarlijkse conventie Jalsa Salana georganiseerd door de Ahmadiyya Moslimgemeenschap AMGS bij de Nasir Moskee aan de Ivram Zegenweg. Assad Mustak, hoofdbestuurslid AMGS, zegt dat alle religieuze organisaties zijn uitgenodigd voor de conventie om de onderlinge saamhorigheid in Suriname te bevorderen. Dat je gaat leren over de doelstellingen van je geloof, in ons geval de islam. En dat je gaat herinneren of memoreren de personen die zijn komen te overlijden in de afgelopen jaar. En de mensen die erbij zijn gekomen. Dat zijn de vier hoofddoelen. Maar natuurlijk, het is een conventie. Je komt bij elkaar, je kookt met elkaar, je brengt tijd met elkaar door. Je gaat ervan uit dat je het goede van elkaar meeneemt. En het minder goede probeert af te leren en de goedheden steeds te versterken en te verspreiden in de samenleving. Mustak zegt ook dat zijn organisatie ingenomen is met de bijdrage van sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties aan het geheel. Er waren volgens het bestuurslid ook mensen van andere geloofsovertuigingen aanwezig. We zetten studenten die eigenlijk goede prestaties hebben gepleegd in de bloemetjes. En we proberen te werken aan het morele herleving, dat de mensen normen en waarden bij krijgen. En dat ze gaan leren om te gaan hun best doen op school, maar ook de sociale en de culturele uitdagingen, dat ze die kunnen gaan. We hebben als thema gekozen voor dit jaar het moreel verval in de samenleving. En we merken dat er langzamerhand een degradatie plaatsvindt van moraliteit, normen en waarden. En wij als moslimorganisatie willen dat van harte tegengaan. En dat doe je niet zomaar. Wij hebben de religieuze geschriften, de heilige Koran in de islam. En je hebt ook andere religieuze geschriften. Wij willen samen tot een oplossing komen hiervan, een roadmap presenteren. En dat zijn vandaag in de verschillende toespraken gepresenteerd. Hoe je moet vasthouden aan de verschillende normen die eigenlijk over de gedurende jaren hun nut hebben bewezen. Op de conventie is gedurende 3 dagen gefocust op verschillende doelgroepen. Mustak geeft mee dat de gemeenschap moet vasthouden aan de normen en waarden die wij allen hebben meegekregen van onze voorouders om deze moeilijke tijden te overbruggen.